Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan nu een mandensteek maken. Het is heel makkelijk en het is een mooie steek voor vierkante lapjes te maken. Dit lapje is nog niet helemaal vierkant. Je ziet dat ik nog iets verder moet haken om een vierkant lapje te krijgen. Het is wel heel mooi om dekentjes te maken. Maar als je allemaal vierkante lapjes wil maken, dan kan je dat meten door eigenlijk deze punt naar deze punt te leggen. En als je ziet van dat die niet aansluit, kijk, zie je dat deze onderkant moet gelijk zijn, deze punt moet gelijk zijn aan deze punt. En dan heb je een vierkant lapje. Dus dat hoef je niet te tellen. Het is gewoon eigenlijk de mandensteek is reliëfstokjes. Je begint met op te zetten 20 lussen plus 4, 24 steken of 24 lossen. En dan begin je het eerste stokje in de vierde lossen. We beginnen. Ik heb al 24 lossen opgezet. En de eerste steek begin je de vierde vanaf de naald. 1, 2, 3, 4. En dan heb je al twee stokjes. En je ziet 1, 2, 3, 4. Dan is deze al één stokje. En dit is twee stokjes. Deze hele toer maak je met gewone stokjes. Ik heb haaknaald nummer 8. En weer even de wol van de Julia om het uit te leggen. Je kan natuurlijk ieder soort garen pakken wat je zelf wil. Laatste. Dus eigenlijk heb ik net te hard aan deze steek getrokken. Dan is het een beetje lastig om hem door te halen. Dan moet je hem gewoon even iets losser trekken. Door. Door twee en meer door twee, dan heb je een stokje. En omdat het een mandensteek is en reliëfstokjes, begin je weer een toer met twee lossen. En dan keer je het werk. Dan heb je gewoon een toer stokjes. En dan begin je met een reliëfstokje. En een reliëfstokje is anders dan een gewoon stokje. Een gewoon stokje begin je met hier met die twee lusjes, maar omdat het een relief stokje is, pak je een stokje gewoon op en dan ga je achter, van achter naar voor. En dan zet je hem aan de voorkant. Omdat deze ook meetelt en we gaan zeg maar twee relief stokjes voormaken, twee relief stokjes achter,
pakken we deze niet van voor naar achter, maar van achter naar voor. En dan zie je dat deze aan de voorkant ligt. Dan gaan we twee naar achter, achterin naar voren. Omslaan, achter en doorhalen. En dan heb je ze twee achter. Dan pak je de draad om. Nu ga je ze weer aan de voorkant leggen. Dan pak je meer van voor. Omslaan, insteken, je haalt pakt het stokje op. Ja, en dan zie je al de ribbel. Omslaan, nu pak je de achterste en dan ga je hem van achter het stokje insteken. Dus twee reliëfstokjes voor, twee reliëfstokjes achter. Omslaan, nu weer naar voren. En weer twee naar achter, van achter. Deze nog even opnieuw. Voor, omhalen, 2 en 2 en van, we moeten hem voor pakken en de laatste 2 pakken we aan de achterkant van het werk, achterin en het laatste stokje die pakken we ook aan de achterkant, dus alsof het een gewoon stokje is. Deze waren de 3 van de eerste toer. En omdat dit een achterliggend stokje is, komt hij aan de volgende reliëfstokje. Aan de volgende toer komt hij aan de voorkant. En omdat je moet wisselen met de mandensteek, kijk. Je wisselt, je verspringt eigenlijk met je werk. Gaan we nu 2 omhoog werken. 2 lossen. 2 lossen is... altijd voor een reliëfstokje, omdat het een beetje het werk inkrimpt. Sla hem weer om. Hier heb je hem aan de voorkant en deze moet dus naar achter. Deze zet je dus achterin. Omslaan. Deze zijn achter, die moeten naar voor. Omslaan en nog één naar voor. Omslaan en nu 1 achter. Dan kijk ik, moet je hem echt een beetje zoeken. Maar als je een beetje grof haakwerk hebt, dan is dat makkelijk te haken. Zie je, en zo verspring je met je stokjes. Deze liggen achter, die moeten naar voren. Deze liggen voor, moeten naar achter, dus achterin. En meer
een reliëfstokje aan de voorkant. 2, 1. En als je weer een nieuwe tool begint, begin je met 2 lossen. Dit was Iedereen kan haken. Dankjewel voor het kijken. En veel succes met de mandensteek.